Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bingo, Startportaal, Rotterdam Factoring en Kuhlman Global Forwarding BV. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond, de finale. Nog 4 uur en dan komt er eindelijk een einde aan die climax en die opgebouwde spanning van de afgelopen dagen. Of misschien wel de afgelopen weken. Feyenoord gaat dan de finale spelen van dat nieuwe derde Europese toernooi. De Conference League in Tirana tegen AS Roma. Het is nu even na 5. We gaan nu vooruitblikken tot aan 9 uur vanavond hier op TV Rijnmond. Dat doen we tot aan 7 uur. Met dus een extra lange uitzending van FC Rijnmond. En om 7 uur beginnen we dan met Radio Rijnmond Sport. Gaan we ook nog verder vooruitblikken. Alleen die uitzending op de radio is dan ook hier op TV Rijnmond te zien. Dus nou ja, zo gaan we u hopelijk lekker opwarmen. Bijvoorbeeld zometeen het komend uur met Robert Maaskant. Die heeft er ontzettend veel zin in. Mooi man, finale. Ja. En Diederik Gommers is hier ook. Een enorme Feyenoord supporter. Mannen, welkom. Ik ga zo meteen lekker met jullie praten. Eerst contact zoeken met Albanië, met Tirana, met het stadion. Dennis van Eersel, jij staat daar voor de deur, min of meer. Je bent er gisteren al even binnen geweest, Dennis. Hoe zou je het stadion waar Feyenoord vanavond gaat spelen tegen Roma omschrijven? Nou ja, klein natuurlijk, een klein stadion, een heel erg rood stadion ook, want elk stoeltje is rood, de kleur van Albanië. Er is veel gezegd over het feit dat het stadion klein is. Ik vind het wel mooi ook dat UEFA kleinere voetballanden het ook gunt om iets als dit te organiseren. De mensen zijn gigantisch trots ook daardoor erop. Alleen ja, de nare bijvangst is wel dat heel veel mensen buiten de boot vallen en niet ook in het stadion erbij kunnen zijn. En dat is zonde natuurlijk, maar ja, ik vind het op zich wel een mooi stadion en een prachtige grasmat. Ja, nou, dat is belangrijk, die grasmat. Gisteren die training, Dennis, die is volledig open geweest voor de pers. Dus die heb jij kunnen bekijken. Wat viel er op gisteren aan die laatste training van Feyenoord? Ja, ik hoor jou heel slecht trouwens, Bart, omdat ik de regie heel de tijd op mijn oor hoor. Ga ik er maar gewoon eerlijk bij zeggen. Zou je je vraag kunnen herhalen? Ik herhaal mijn vraag met die laatste training van gisteravond. Die was openbaar voor de media. Wat viel er op aan die training? Nou, dat Justin Bijlo en eigenlijk heel Feyenoord ontiegelijk gretig en gedreven is om in deze finale er te gaan staan en te pikken. Ik zag Bijlo een paar ballen uit de kruising tikken. Ik zag die gelaatsuitdrukking op zijn gezicht. Dat zagen we vorige week in Portugal al. Ja, dat spreekt boekdelen. Die gaat keepen. Die gaat in de basis staan. Dat durf je wel te zeggen. En voor de rest stralen al die spelers uit. Terwijl ze om zich heen keken in het stadion. Hier gaat iets moois gebeuren en daar gaan wij voor zorgen. Ja. Wat voor Feyenoord gekte merk jij, Dennis, daar in Albanië? Ja, een enorme gekte. We zijn vanmiddag, Sinclair en ik, in de fanzone van Feyenoord geweest. Zijn we live op Facebook gegaan. Een van de leukste Facebook lives die we ook hebben gehad. Omdat het non-stop gezellig was. Non-stop sfeer, non-stop gezang. Er zijn duizenden Feyenoorders hier. Ja, er zijn 12 aanhoudingen verricht afgelopen nacht. Ik weet het. Maar als je dat in perspectief zet met hoeveel er hier zijn. En hoe die zich tot nu toe hebben gedragen. Dan is het één groot rood-wit voetbalfeest. Ja, en hoe is verder de sfeer rondom dat stadion? Want ik zie jou nu staan nog bij een hek. Gisteren zagen we Sinclair daar ook al staan. Het is een soort Fort Knox, heb ik af en toe het gevoel. Dat stadion, hoe toegankelijk is het al? Ja. Totaal niet toegankelijk. Er zijn nog eens 2 beveiligingslagen bijgekomen. Wij hebben vanwege onze perspassen nog het geluk gehad dat de taxi een paar keer langs een politiecordon nog kon komen. Maar dan nog zijn we redelijk ver bij het stadion afgezet en nog langs wat controleposten. Maar uiteindelijk zijn we er bijna. Nog één horde achter hebben we te nemen. Dan zijn we in het stadion om verslag te gaan doen straks. Oké, dankjewel Dennis. En als je dan straks inderdaad in het stadion bent, dan zoeken we nog even contact met je. Goed, de spanning ontzettend voelbaar. Eigenlijk al dagenlang hier in de regio als Feyenoord dus die finale gaat spelen van de eerste editie van de Conference League. Spanning en misschien ook wel een druk. In hoeverre voelt trainer Arne Slot die druk? Nee, het woord druk niet, maar dat zorgt wel voor extra stimulans. Dus het is natuurlijk fantastisch om te merken hoe het leeft. En ik zal ook tegen die jongens zeggen, als ik het al niet gezegd heb, dat ze dat ook vooral zelf voor elkaar hebben gekregen. Dat de mensen weer zo enthousiast zijn om Feyenoord te zien spelen. En nu ook nog eens extra enthousiast zijn omdat we een Europese finale behaald hebben. Ja, dat moeten ze vooral als een enorme aanmoediging zien. En zo min mogelijk als druk. Maar ja, je kan druk niet compleet wegnemen bij een finale. Dat hoeft ook helemaal niet. Want dat is er nou één keer. En ik zei net al, dan moet je vooral proberen
zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven als team, maar zeker ook als individu. En dat is wel wat ik de afgelopen dagen en weken van ze gezien heb. Dat ze gelukkig geen ander gedrag vertonen dan de rest van het jaar. Ja, zo hebben we Arne Slot, Robert, dit jaar leren kennen als een nuchtere man, welbespraakt. Zegt hij dat hij dus zelf niet echt druk voelt. Geloof je hem als hij dat zegt? Ja, wat ik wel mooi vind is dat Arne ook praat alsof hij al 40 finales heeft gecoacht. Ja, maar dit is ook zijn eerste gewonnen. Alsof hij Mourinho zelf is. Ja, ja. Ja, maar dat vind ik wel mooi. Die overtuiging die hij heeft. Ik heb gisteren nog heel even kort contact met hem gehad. En, wat schrijf je of zeg je dan tegen hem? Nou, of wil je dat privé houden? Ja, dat wil ik niet helemaal delen. Maar de boodschap is wel simpelweg van ja, we zijn hier niet om weet je, het is leuk dat we in de finale staan, maar we willen ook gewoon winnen. Punt. En zo hoort dat ook. Dat hoort bij topsport. En dat straalt wel van alles af, vind ik. Ja. Ik mag Arne heel graag. En, waar kennen jullie elkaar van? Uit de tijd bij Zwolle? Ik ken hem uit Zwolle nog. Ja. Ik heb hem getraind toen hij nog speler was van tweede elftal. Toen overgeheveld naar het eerste elftal. Ik was toen zelf assistent met Jan Eversen. En hebben we toen altijd contact gehouden. Gewoon omdat het een prettig mens is ook. En het beste advies wat ik hem misschien ooit wel heb kunnen geven is dat hij bij Zwolle weg moest. Op een gegeven moment twijfelde hij of hij bij Zwolle wilde blijven. Had hij een aanbieding van Cambuur. En daar hebben we toen over gesproken. Nou ja, sindsdien hebben we altijd contact gehad. Maar het is een man met een uitstekende voetbalvisie. Ik vind het prachtig dat ze nu als beloning voor dit seizoen, want ze zijn derde geworden, wat eigenlijk heel normaal is voor Feyenoord. Hè? Iedereen is natuurlijk Hosanna, maar Feyenoord derde worden. Nou ja, sterker nog, je bekruipt af en toe het gevoel, had daar niet meer in gezeten gewoon. Ja, nou, ook dat had gekund. Dan had het seizoen misschien een beetje beter moeten lopen. Maar dit, een Europese finale, ja, dat is wel echt een bekroning voor een seizoen. En dat is wel heel knap, want we hadden ook contacten. Voor het eerst bij Manchester kreeg hij op zijn kloten met 4-0. Dat was met AZ volgens mij. En toen heb ik hem de volgende dag ook maar eventjes een berichtje gestuurd. Van ja, weet je, je zit in je debuutjaar en je staat gewoon op Old Trafford te coachen. Ja. Hoe gek wil je het hebben? Kan slechter, hè? Ja, ik wou het zeggen. Maar waar was jouw debuutwedstrijd? Geen idee. Nee, zo kan zo lang geleden. Ja, dat was in 1999, dus okay. Dat is wel echt wel even geleden. Diederik, welkom ook. Ja. Ras Feyenoord supporter. Hoe kom jij deze dagen door? Ja, echt zenuwachtig. Maar meestal ben ik zo zenuwachtig, omdat je altijd denkt van, het is mooi dat ze in de finale, maar het gaat ze niet lukken. Maar ik ben toch iets positiever dan normaal. En waar eigenlijk komt dat positivisme vandaan? Ja, wat jij net zei, we dachten toch echt, tenminste, ik dacht dat het echt een overgangsjaar zou worden, dat we er eigenlijk niks van mochten verwachten. Nou, een opbouwjaar dan misschien. Ja, zoiets eigenlijk. Hè, bedoel, en dan zie je wat hoe het gegaan is, hoe fit ze zijn, maar vooral hoe ze een team zijn en hoe ze willen vechten voor elkaar. Het is een genot om naar te kijken. En dan denk je van, jongens, we gaan het gewoon flikken met z'n allen, maar zij moeten het vooral doen, maar ik ga ervan genieten. Ja, ik ben niet echt een supporter van Feyenoord. Hè. Als het goed gaat vanavond, heb ik beloofd, dan trek ik ook een shirt aan. Maar heb je niet het idee dat het ook wel komt doordat het eenzijdig belicht wordt? Want we horen iedereen over Feyenoord praten, maar we horen bijna niemand over Roma praten. Nee, maar ik realiseer me ook. Ik bedoel, Mourinho heeft tot nu toe alle finales gewonnen. Die man weet echt hoe je dat moet doen. Blijkbaar hoe hij dat moet motiveren. Roma is niet de minste. Maar meestal heb ik altijd het gevoel, ja jongens, wat hebben we daar te zoeken? Maar als je zag hoe ze tegen Marseille begonnen en hoe ze dat spel tegen zo'n groter team. En als ik dan hoor, dan word ik al helemaal blij van dat er gretigheid in zit. Ja, dan gaan we gewoon genieten vanavond. En hoe werkt dat nu in de praktijk? Als jij gewoon dagelijks nu aan het werk bent in het ziekenhuis, praat je dan ook alleen maar over het voetbal, over Feyenoord? Nou, we zijn gewoon natuurlijk de zorg aan het doen. Maar je merkt wel degene wie de echte Feyenoord supporters zijn. En dan zeg je wel gewoon in elk dingetje zo'n grapje van, het komt helemaal goed als we vanavond maar winnen. En dan zitten sommigen heel een beetje verbaasd te kijken. Wat is er dan vanavond? Nou ja, goed. Dus maar op dit moment speelt in jouw hoofd meer Feyenoord? Of misschien een coronagolf die in het najaar gaat komen? Nee, het is nu echt Feyenoord. En dit wordt ook de bekroning. Ik heb een hele bijzondere tijd achter de rug. Ja. Maar hoe gaaf zou het zijn als vanavond die stad ontploft? Want dat is wat er gaat gebeuren. Het lijkt wel,
Bedoel, we hebben ongelooflijk afgezien met elkaar. We hebben ontzettend ons best gedaan. Maar hoe mooi zou het zijn als we dan vanavond winnen. En dat, dat Rotterdam... Ja, jij ziet dit evenement, jij ziet deze wedstrijd als een soort van apotheose. Van, nou, zo voelt het een afsluiting. Van... Ja, zo voelt het. Ik weet niet waarom. Ik heb helemaal geen recht op. Of zo, maar daarmee zeg je impliciet van... Nou, maak je dan ook maar niet zo zorgen over het najaar. Want ik, als ik nu de krant opensla, dan wordt er af en toe nog een beetje bang gemaakt. Van ja, misschien komt er weer een... Nou ja, kijk, bedoel, virus op ons af. Nee, maar bedoel, we hebben heel veel meegemaakt, maar we hebben ook heel veel antistoffen opgebouwd. Hè. We hebben gevaccineerd. Er zijn in het begin van afgelopen maanden zijn er veel jongeren, maar dat is onder de 60, hebben het virus opgelopen. Daardoor zijn we gewoon, hebben we veel antistoffen. Tuurlijk kan er weer een hele rare variant komen, maar dat is echt een minuscuul kleine kans. Gewoon gaat dit virus, hebben we antistoffen en gaan we gewoon een winter in. En hopelijk is dan het vaccin zo aangepast dat de ouderen, de hoogrisicogroep en mensen met een ziekte, dat die dan op tijd het goede vaccin krijgen. Ja, en dan, ik zie het echt als een behoorlijke griep die we zo'n seizoen, zo voelt het voor mij. Ja. En alle voorspellingen zijn verkeerd geweest, maar ja, dat is mijn gevoel op het moment. De Conference League versie, variant. Ja. Die hebben we nog niet, toch? Dus nee, dat zou lekker zijn. Weet je dat we in deze Conference League dit seizoen ook nog gewoon een wedstrijd hebben meegemaakt van Feyenoord, zonder publiek, hè? Tegen Maccabi Haifa, tegen die club uit Israël in december, was ze ook nog in een leeg stadion. Hebben we inderdaad dit seizoen allemaal Israël meegemaakt. Israël deed daar niet aan, volgens mij, toch? In Israël daar, dat was de eerste wedstrijd, was het inderdaad behoorlijk gevuld. Maar ja, daar zijn ze natuurlijk ook al heel vroeg begonnen met vaccineren. Hadden ze het iets sneller onder controle. Robert, jij zegt net, ik ben geen Feyenoord supporter. Daarom ga ik eigenlijk overwegen of je nog wel hier willen hebben. Ook vanavond niet op de radio. Maar je roots liggen hier natuurlijk duidelijk wel. Hè? Ja. Uit Schiedam. Is in die rijke carrière die jij toch gehad hebt als trainer, trainer worden van Feyenoord niet jouw heilige graal geweest? Nee, maar... Waarom eigenlijk niet? Ja, omdat het zo niet. Ik heb dat voetbalvak. Dat heeft natuurlijk in mijn genen gezeten. En net zoals arts zijn, dat is een soort van roeping geweest voor me. Dat klinkt heel hoogdravend, maar ik heb ook wel altijd kunnen relativeren. Dus ik ben gewoon gaan werken bij clubs. En ik heb nooit gekeken van, nou, waar kom je uiteindelijk terecht. Ooit wel eens een interview met Wilfried Gené gehad. Echt heel lang geleden, in het blad 14. En daar heb ik dat achteraf, toen ik het teruglas, heel mooi omschreven. Van, nou, het kan heel goed gaan. Hè. Je kan inderdaad in de Nederlandse top terechtkomen. Misschien zelfs internationale top. Maar ik kan ook in landen terechtkomen waar ik nu nog niet aan moet denken. En dat is uiteindelijk is dat mijn pad geworden. Ik ben wel een keer kandidaat geweest bij Feyenoord. Als? Als trainer. Ja, natuurlijk wel. Weet je, het Feyenoord shirt dragen als speler. Daar had ik misschien wel meer mee, maar daar was ik niet goed genoeg voor. Maar dat lijkt me wel een magisch moment. Dat je als speler in die kleedkamer komt met je schoenen aan en dan... Dat je voor de eerste keer dat shirt aantrekt, door de tunnel heen loopt en dan een volle kuip instapt. Ja. En die volle kuip ben ik vaak genoeg geweest, met soms heel goed, wel eens met 4-0 gewonnen, maar ik ben er ook wel eens met 8-0 afgegaan. Ja, dat is altijd magisch. Dat is echt magisch. Maar goed, mijn hele familie, mijn oom heeft bij Feyenoord gespeeld in de jeugd. Mijn vader komt van Zuid, dus ja. Dat zit wel ergens diep in dat bloed natuurlijk. Hoe intensief volg jij je Feyenoord, Diederik? Nou ja... Mis je wel zo'n wedstrijd? Jawel, jawel, jawel. Maar het is, bedoel, ik heb een seizoenskaart. Ik kwam 10 jaar geleden, kwam ik een collega, zaten we op een congres en die zat te vertellen hoe gaaf het was om naar Ajax te gaan en vooral met je kinderen. En toen dacht ik, mijn ouders komen uit Rotterdam. We hebben altijd in Brabant gewoond, maar het ging altijd over Feyenoord. Ik heb 3 broers, we waren jongens. We zaten op zondagavond voor de en echt slechte zin als Feyenoord verloren had. Hoe is dat nu? Is het nog steeds stemmingsbepalend voor je? Ja? Ik kan echt chagrijnig zijn. En ik heb echt, hoe ben jij dan? Dan is het gewoon niet gezellig. Dan heeft mijn vrouw het best gedaan om te koken en zo. En dan zitten we met de jongens aan tafel. Ja, dan is het echt gewoon... Dan moet die avond zo snel mogelijk... Eigenlijk moet je zo snel mogelijk naar bed. En dan hoop je dat het een beetje gesleept is. Loop je weg tijdens een wedstrijd? Ja. Ja? Ja. Je kan er nog niet meer kijken? Nee, nee. Hoe zal het vanavond gaan dan? Nou ja, eigenlijk meestal kan ik niet kijken. Hè. Meestal zitten dan de jongens te kijken of iemand anders. En dan hoor ik het wel of het doelpunt is of de goede kant aankomt. En dan kom ik erbij zitten. Maar eigenlijk echt genieten van een voetbalwedstrijd... Nee, dat vind ik echt lastig. Maar ik heb nu toch het gevoel dat ik echt ga kijken. Oh, tegen ja? Marseille heb ik gekeken. Allebei maar de wedstrijden. Maar dat was eigenlijk wel een overwinning voor mezelf. Ja, het klinkt heel gek, hè. Want
waar komen die emoties vandaan? Ik begrijp het eigenlijk ook niet. Nou, probeer toch eens, laten we toch nog ten slotte van dit deel van het gesprek toch op zoek gaan naar een verklaring. Waar komt dit dan vandaan? Want je hebt ook deze liefde voor Feyenoord overgedragen aan je zonen. Ja. Dus... ja, maar die zei ook, mijn jongste zoon zei ook wel eens een keer toen we net een paar jaar naar het stadion gingen. Dus waar waren voor 2013, 14 of zo voor het eerst. Hij zei die op een gegeven moment, pap, waarom heb je mij van de verkeerde club lid gemaakt? We verliezen alleen maar. Waarom? En toen dacht ik, ja, waarom is dat? Maar blijkbaar zit dat dan zo in en geef je dat door. Maar ja, ja. Maar ja, wat jij zegt, in dat stadion, dat gevoel. Je hebt het idee dat je een familie bent. Dat zingen, dat gaat door merg en been. En wat ik ook wel zoiets heb, is je hebt je eraan over te geven. Je hebt er geen grip op. Ik bedoel, die trainer is fantastisch en die spelers moeten het doen. En ik kan daar niks bepalen. Nee, ik heb het al ondergaan. Ja, zoiets moet het dan zijn. Zo is het. Goed, we gaan het allemaal meebeleven hier vanuit Nederland, vanuit Rotterdam en omgeving. We gaan nu eens kijken hoe het is in Albanië. Tussen al die duizenden Feyenoord supporters, daar is er Frank Stout vandaag en gisteren. Eigenlijk de afgelopen dagen al, Frank. Ja, lekker in het polootje. Ergens in die fanzones. Hoe is het daar? Ja, het is hartstikke gezellig, strakjes. Nee. Ja, het is prachtig. Het is zo'n groot feest. Ideaal, ja hoor. We zijn er weer. Oftewel, Rotterdam en heel Nederland. Iedere Feyenoorder wil hierbij zijn. En ze zijn hier ook bij. 10.000 man. Om 11 uur was die fanzone geopend. Keiharde hardcore muziek. Een MC erbij op het podium. Ja, het wordt alleen maar beter en beter. Harder en harder en warmer en warmer. En zo leven we toe naar die aftrap van later vanavond. Ja, al die mensen waar jij nu staat, Frank, die kunnen natuurlijk belangen naar niet allemaal in dat stadion gaan kijken. Hoe gaat zich dat vanavond daar in Tirana oplossen? Waar gaan al die Feyenoord supporters die niet in het stadion kunnen zijn, de wedstrijd beleven? Nou, hier, kijk maar daarachter, zit een heel groot scherm achter de DJ. Ik neem aan dat DJ Panic straks wel uitgedraaid is met zijn plaatjes. En dan gaan we gewoon kijken naar de wedstrijd hier met een mannetje op. Nou ja, 3, 4, 5.000. Ik heb geen enkel idee eigenlijk. Dat zal zich nog wel gaan uitwijzen, denk ik. Hier even verderop heb je de algemene fanzone. En daar kan je ook nog gaan kijken. Er staat een groter plein, een grote scherm. Maar ja, ik zou altijd hier naartoe gaan als ik kleine supporter was. Mooi hè? Oude auto daar hè? Ja, is goed hoor. Echt, ja. Echt ouderwets hoor dit. Is lekker stappen en beuken. Ik zie ze goed dansen daar bij jou op de achtergrond. Heeft het toch zin dan, Frank, om aan jou een voetbalvraag te stellen? Of zeg, laat dat maar een ander over. Met andere woorden, heb jij een gevoel hoe al die Feyenoord supporters naar de wedstrijd van vanavond kijken? Oh, maar dat moet je eigenlijk aan de Feyenoord supporters zelf vragen. Ik wil er best even eentje erbij halen. Hey, vriend, wat wordt het vanavond? Heb je er een goed gevoel over? Ja. 1-2. 1-2? Ja, laatste minuut dessus. Alweer? Laatste minuut dessus. Okay. Ja, ja. Je hoort het en iedereen zegt het, hè. Dessus scoort een goal en dan gaat het hier helemaal los. Daar in het stadion, hier bij de fanzone en natuurlijk ook in Rotterdam en in de rest van Nederland. Dankjewel, Frank. Daar bij een van die fanzones. Had je daar niet tussen willen staan, Diederik? Nee. Maar ik moet eerlijk zeggen, wel zeggen, als je dit soort gasten nu al ziet, die zitten goed in de olie, zeggen we dan wel eens. Hoe gaan die, Ik vind het overigens... De avond halen. Dat is misschien een beetje belerend, maar ik snap hier helemaal niks van, vanuit een veiligheidsperspectief. Dat je mensen vanaf 9 uur 's morgens in een hok duwt met waanzinnig opzwepende muziek. Het is buitenlicht, hè? Ja, maar waanzinnig opzwepende muziek. Helemaal vol daad met alcohol en dan hopen dat het goed gaat altijd vanavond. Ja, of ze vallen allemaal in slaap. Hè. Ja, dat vermoeden heb ik dan niet. Nee. Nou, laten we wel inderdaad hopen dat het goed gaat. Vooralsnog is het redelijk onder controle. Dennis zei het inderdaad even. Wel een schermutseling geweest vannacht met ongeveer 10 Feyenoord supporters die zijn aangehouden. Terug naar het voetbal. Feyenoord gaat voetballen vanavond. En dat heeft het eigenlijk al 10 dagen niet meer gedaan. Hè? De competitiewedstrijd tegen FC Twente was de laatste wedstrijd dat Feyenoord in actie kwam. Jens Toornstra, die zal op de bank plaatsnemen. Maar schoof gisteren wel aan voor de persconferentie. En hij reageert over het feit dat Feyenoord nu al een aantal dagen niet heeft gespeeld. Voor ons zit natuurlijk een tijdje tussen 2-1 volgende wedstrijden. Maar ik denk dat we in Portugal goed hebben kunnen werken. Goed kunnen trainen. En de reis vandaag was prima. Dus tot nu toe gaat het aftellen we voortvarend. Het feit dat we hier voor een finale zitten, dat,
Ja, dat is mooi. Dat is genieten. En laten we hopen dat we het goede gevoel nog een uurtje of in ieder geval 30 kunnen vasthouden. Wat zal het toch zijn, Robert, bij die Jens Toornstra, dat hij nooit klaagt, nooit zeurt? Simpelweg een goede prof. Gewoon een goede prof. Ik had nog wel gedacht dat hij misschien wel zou starten. Omdat hij aanschoof voor de persconferentie? Nou, nee, gewoon vanuit tactisch oogpunt. Waarom dacht je dat? Nou, omdat je op het moment dat je met twee, met Sinistera en de andere zijkant, Nelson heel diep gaat spelen, dan geef je ook wel veel weg. En zeker ten opzichte van de vijfmansverdediging van Roma, zou ik me voor kunnen stellen dat Toornstra wel gaat spelen en wat meer aan de binnenkant gaat spelen, om Roma een probleem te geven. Ja. Maar had er dan bij jou niet gespeeld? Nelson. Ja, oké, en dat je dan dus Toornstra aan die rechterkant... Iets meer zekerheid in verdedigend, iets meer controle. Aan de andere kant, Robert, die backs van, wat ze spelen met z'n vijf achterop, AS Roma, hè? Met Karsdorp en Spiazzola gaat het waarschijnlijk niet halen aan de linkerkant. Dan zal die Poolse Italianen al misschien komen te staan. Die komen natuurlijk wel heel veel op. Dus je moet, als je niet oppast, ook veel achteruit. Ja, maar dat is dus precies de vraag van kies je voor een tactiek waar je dominant in bent? En kan je dominant zijn? Wat Feyenoord denk ik best kan, hoor. Dan is die keuze te rechtvaardigen. Ben je minder dominant, dan zou Toornstra daar een hele belangrijke rol in kunnen vervullen. Door juist tussen de linies te komen te spelen en juist de extra middenvelder te zijn waar je hem nodig hebt. Maar goed, kijk, ik heb AS Roma wel een beetje geanalyseerd, maar niet tot op het bot. En ik neem aan dat de technische staf van Feyenoord dat wel helemaal uitgeplozen heeft. Tot achter de komma, mag ik aannemen. Dat neem ik aan van wel, ja. Diederik, wat is jouw meest dierbare Feyenoord herinnering? Toen ik dit na zat te denken, toen in 2002, toen de sfeer in de stad, toen wat deed ik mijn opleiding nog voor anesthesioloog, dat vond ik geweldig. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een hele surrealistische sfeer toch ook, hè? Met de moord net op Fortuin. Ja, dat was natuurlijk ook wel weer gek, maar het had dat ook weer even nodig om die gekke situatie zeg maar te beleven met elkaar. Maar het kampioenschap 2017, dat we nog bij Excelsior verloren en dan Kuit, nou dat... Die momenten, die eerste helft, dat was zo bevrijdend. Want je had echt zoiets, het gaat toch niet weer gebeuren. Is het bij jou ook zo, als je nu nog, 5 jaar na dato, beelden ziet van die 1-0 van Kuit, was het een seconde of 20, dat nog steeds het kippenvel over het lijf vloog? Hoe die op die camera toen af. En de favoriete Feyenoord-speler waar je echt fan van was vroeger? Nee, heb je dat niet echt gehad? Nee, ik vind het mooi knap hoe ze met een team zijn. En net zoals en dat nu, dat merk je nu ook zo. Hè, dat het meer zijn misschien minder geen topspeler. Nou, Sinistera is natuurlijk geweldig. Dat wordt echt Champions League niveau, hè? Ja, maar dat je dan eigenlijk dat het meer een team geworden is, dat vind ik toch ook wel weer mooi. Ja. Even weer naar de trainer, even weer het tactische. Althans, de hele fase richting deze finale. Dat is Diederik, neem ik aan, toch? Nee, ik richt hem nu in dit geval even op jou, Robert. Okay. Die voorbereiding van Feyenoord. Ze zijn naar Portugal geweest voor een trainingskamp. Daar is getraind meermaals, sterker nog, open en bloot, hè? Ja. Slot heeft er daar gewoon voor gekozen 11 tegen 11 te trainen. Iedereen kon zien wat er gebeurde. Hij liet de B-ploeg in een AS Roma variant trainen. Gisteren. Niet een kwartiertje open, maar ook gewoon helemaal. Ja. Wat vind je ervan, dat het allemaal zo openbaar is? Nou, ik vind het in dit geval wel slim. Ik weet niet of ik het zelf ook zou doen. Maar Feyenoord heeft natuurlijk geen geheimen meer. Want die hebben een heel seizoen op een bepaalde speelwijze gespeeld. De spelers weten dat ook. Die gaan van eigen kracht uit. Dat moet ook in zo'n finale. Gisteren was een algemene training. Daar kon je niet zo heel veel aan zien, vond ik. Als tegenstander. Hè. Ik weet zeker dat AS Roma die training heeft bekeken. 100%, want Mourinho is een trainer die, ik heb stage bij hem gelopen toen hij bij Chelsea zat. Die is echt minutieus bezig met een tegenstander. Dus die weet precies van, die kan zelfs nog wel uit die kleine partijtje 7 tegen 7, kan hij nog wel momentjes halen van, ik zat daar gisteren ook op die manier naar te kijken. Ja, de training was live op televisie, hè? We hebben allemaal zitten kijken gisteren, dat kon allemaal. Nee, precies, maar je ziet op een gegeven moment, zie je ze met twee man druk zetten en dan wordt er ingespeeld op het middenveld. Nou, wie is daar dan net zo behendig in? Dat hij niet zich onder druk laat zetten. Dus dat hij niet op een moment in de problemen komt. Ja, dat is Mourinho. Mourinho gaat zitten kijken van, op het moment welke middenvelder gaat ingespeeld worden. En wanneer klappen we dan op? En dan gaat de eerste bal vooruit. Hmm. Ja, dat heeft iets Portugees, iets Italiaans ook. Hè? Dat op die manier analyseren. Dus wat dat betreft heeft Slot het iets te veel opengegooid, denk ik. Aan de andere kant, alle wedstrijden die Feyenoord gespeeld heeft, hebben hetzelfde stramien gehad. En dat is dan wel ook weer het zorgenkindje een beetje. Dat Feyenoord relatief weinig gewonnen heeft
van de top in Nederland. Dat is waar. Ja, dat hebben we de laatste keer voorgerengd hier. Hè, tegen de top 7. Ja. Echt maar weinig gewonnen. Dit is eventjes over hoe bepaalde spelsituaties kunnen gaan. Hoe moet Feyenoord zich gaan voorbereiden op de tactiek van AS Roma? Met de verdedigende stellingen. 5-3-2. Ja. Hoe moet Feyenoord zich daar vanavond tegen wapenen? Door in balbezit. Kijk, ze zullen varianten hebben bedacht. Want Slot weet ook wel dat Mourinho op een bepaalde manier naar ze kijkt. En die kent ook echt wel de zwakke kanten van zijn eigen ploeg. Nou, dat zullen ze een klein beetje moeten gaan camoufleren. En dus een variant moeten hebben. Kuksu is de man die natuurlijk bijna altijd aan de bal wil komen. Nou, die zal relatief veel vastgezet gaan worden. Dus wie gaat dan de andere... Dat was ook een beetje waarom ik opteerde voor Toorstra misschien. Dat zou dan de variant kunnen zijn dat hij wat verder naar binnen komt te spelen. Om daar een extra vent te krijgen. Ja. Maar Feyenoord moet wel vanuit zijn kracht spelen. Want als ze dat niet doen... Het eigen spel zoals het dit hele seizoen gespeeld heeft. Weet je, dat is op het moment dat je een finale zou verliezen... en je hebt niet vanuit je eigen kracht gespeeld... dan vergeef je het jezelf niet meer. Nee, dan denk je van, ja, waarom hebben we dat nou gedaan? We zijn hier niet voor niks gekomen. Nou, op die manier moeten ze het benaderen. Dat is het tactische. Hoe kan je je ploeg ook voorbereiden op het zuigen? Het irriteren? Want dat gaat AS Roma doen. Ja. Daar staan ze onbekend. Ze hebben 125 gele kaarten gepakt dit seizoen. Ja, door rust uit te stralen als staf. Dat is één. Dus Pusić zal zich heel erg in moeten houden ook. Ja. Wolf zal zich in moeten houden. Want dat zijn natuurlijk wel vechtersbazen. In de positieve zin van het woord. Arne heeft dat zelf wat minder. Die is wel wat minder met scheidsrechten bezig. Maar minder. Dat heeft trouwens geen enkele zin op dit niveau om met scheidsrechters te praten. Die zijn volledig onverstoorbaar. Maar je zal je ploeg wel moeten voorbereiden. Van jongens, dit gaat gebeuren. En wat hij terecht aangaf, net ook al voor de camera... Die druk, die is er, die hoef je ook niet weg te nemen. Nou, dit is ook een gegeven feit. Dus je moet daarmee om kunnen gaan. En ja, je gaat een rotschop krijgen. En Sinistera gaat die beuk krijgen in de eerste paar minuten. Van Karsdorp misschien wel? Ja, nou ja, dat zal me niet verbazen. Die zal dan proberen hem over de ouderwets over de omheining heen te schoppen. En dat hoort ook een beetje bij een Europese finale. Ja. Dus daar moet je je tegen wapenen. En dan daar ook het theater maken. Weet je, tuurlijk moet je in die beginfase moet je zo snel mogelijk theater maken op het moment dat je die schop krijgt. Want op het moment dat je dan die gele kaart van de AS Roma uitgedeeld wordt, ja, dan moet zo'n speler zich ook meer in gaan houden. Dat hoort allemaal bij een Europese finale. Mooi man, mooi om het zo. We hebben niet direct hier. Ja, geweldig. Kijk, alleen moet je er meer zin praten. Ja, nee, maar ook wat er allemaal achter zit. Ja. Hè? En hoe belangrijk de details zijn. Ja, 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 ja. Ze zeggen trouwens wel, Diederik, dat Feyenoord supporter zijn, dan ben je niet voor je lol. Nee. Inmiddels wel? Nee. Nog steeds niet? Nee. Maar hier mag je toch hartstikke trots op zijn? Belasting en dergelijke. Maar het is gewoon, ja, je komt er niet meer vanaf. Maar dan, de dalen zijn diep. Maar op het moment dat je dan succes hebt, geniet je er ook dubbel en dars van. Nou, dat vind ik interessant. Ik weet niet of jullie een paar weken geleden het kampioenschap van Ajax hebben gezien. Dat zit ik dan op televisie te bekijken. En dat wordt dan, is mijn bescheiden beoordeling gevierd. Van, oh ja, mooi, we zijn kampioen. Ja. We vieren het bij de deur van het stadion. En de volgende dag gaan we over tot de orde van de dag. Ja. En hier... Als hier wat gebeurt, mensen, iedereen 3 weken lang in de vlekken. Ja. Maar en de komende weken ook. Dat is de kracht van Feyenoord. Weet je wel, niet zo sterker dan dat ene woord. Ja. Maar dat voel je. Ik weet nog dat Twente kampioen wordt en die gingen Europees spelen. Die waren daar arrogant over. Feyenoord is nooit arrogant daarin. Nooit. Nee. En dat maakt die club zo geweldig. Daarnet waren we in Tirana, waar dus duizenden Feyenoord supporters zijn. Ze zijn natuurlijk in heel Nederland. En er zijn er ook heel veel in het Feyenoordstadion. Want daar worden vanavond grote schermen geplaatst. Waar, na verluid, zo 45.000 Feyenoord supporters gaan kijken. Maurice Lapierre die staat daar. Maurice, hoe druk is het daar al? Nou, het begint te komen hoor. De Kuip is uitverkocht vanavond. 47.000 mensen gaan kijken naar 4 grote schermen die opgesteld staan rond de middencirkel. Net als 2017. Ja, ik moet het goed zeggen. Toen tegen Excelsior, dat liep slecht af. Maar laten we vanavond hopen op een veel betere avond. En net als 1993, de eerste keer de kampioenswedstrijd tegen Groningen. Ik was er zelf bij. Ik was 16 jaar. Het was geweldig. En ze wonnen. De Kuip loopt dus langzaam vol. De hekken zijn nog niet open. Dat gaat zo meteen gebeuren. Heel veel mensen met rood-witte shirts met heel veel wedstrijdsjaals. AS Roma tegen Feyenoord. En die krijgen straks van alles te zien. Hermes Houseband van de Goaltune. I Will Survive. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest. We hoorden het net even in de soundcheck. Gaat hand in hand kameraden spelen. Heel mooi, heel gevoelig hoe die wedstrijd ook loopt. Dat wordt zeker kippenvel. Nog heel veel meer. Litouwers natuurlijk gaat ook zingen. Voor laten we hopen een historische avond. Nog ruim
3,5 uur, zeg ik dat goed. Het wordt hier drukker. Rijen voor de poorten. Straks gaan ze open. Opmerkelijk aan Maurice toe, toen Feyenoord communiceerde dat er dus de gelegenheid wordt geboden om in het stadion te gaan kijken. Kaartverkoop ging, ja, kabbelde er wat voort. 10.000, 15.000 werd gehaald. En ineens ging het heel hard. Ja. Hoe kwam dat? Ja. Ja, wat ik hoorde is dat mensen dachten, nou, ik ga er nog wel eens over nadenken als het zo bijna zover is. Ik zie het wel. En ineens kwam dat besef, ja, als ik wat wil, als ik ergens wil kijken, dan moet ik wat kopen. En ik zag vandaag, ik heb het nog even een beetje uitgezocht, je ziet dus echt ook op de Zwarte Markt kaarten voor deze avond hier vanavond in de Kuip. Ook in cafés voor het dubbele, voor het tweedubbele. Wonderbaarlijk, hè? Die prijzen die schieten omhoog. Ja, ineens kwam daar het besef. Wat hier gebeurt vanavond is wellicht dus echt historisch, is historisch. Finale voor de eerste in 20 jaar, de eerste finale in de Conference Cup. En Feyenoord is erbij. Duurde even, toen kwam het besef en toen kwam er dus ja die run op kaarten. En nu is het hartstikke uitverkocht. En als je wil, ja, dan zul je creatief moeten zijn. Goed, we gaan het allemaal bekijken. Ja, dit is ook wel bijzonder weer dat dit gewoon in deze stad gebeurt. Ik hoor jou zeggen 10, 15.000 mensen. Ik vind dat heel veel, hè? Ja, ik bedoel, het is toevallig dat de Kuip zoveel mensen kan hebben. Ja. Maar bij iedere andere club waar 10, 15.000 mensen naar een stadion. Dat is bijna een vol Tirana. Is het niet te geloven. Ja, het is ongelooflijk. Had je niet bij willen zijn in de Kuip, Diederik? Nou, ik had toen met Excelsior. Toen dacht ik, nee, ik ga daar niet zitten. Toen hebben we zo verloren. Dan doe ik het niet. Oké, doe je het niet. We gaan weer eens naar een belangrijke Feyenoord-speler van dit moment. Dan kom ik natuurlijk uit bij Guus Til. Wat maakte die een belangrijke doelpunt in de kwalificatie überhaupt, hè, van deze Conference League? Weet u nog wel, tegen FC Drita. Gelukkig maakte hij er toen 3. Guus Til, natuurlijk is hij van waarde, gaat hij vanavond spelen. Alleen, hij wordt door Feyenoord gehuurd van Spartak Moskou. En de vraag is dus, waar ligt zijn voetbaltoekomst? Dat weet ik echt niet. Sorry, als ik het zou weten, zou ik het misschien zeggen. Misschien ook niet. Maar ik weet het echt niet. Vind je dat niet lastig, niet te weten waar je toekomst ligt? We weten allemaal, we hebben je er ook niet mee lastig gevallen. Ik ga dat ook niet te veel doen met dat je natuurlijk onder contract staat bij een Russische club. Mm-hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat je zorgen maakt, is misschien een groot woord, maar dat je niet weet waar je toekomst is. Nou, het is een onzekere situatie. En dat is natuurlijk, dat vind ik persoonlijk wel vervelend, dat het onzeker is. En zorgen maken is een groot woord, maar ik denk er wel eens over na, ja. Maar zou je graag ook bij Feyenoord willen blijven? Dat ligt niet aan mij. Kijk, gevoelsmatig natuurlijk heb ik het ontzettend naar mijn zin hier. En voel ik me ontzettend thuis bij de club. En heb ik een geweldig seizoen gehad met de jongens, met de trainer, met de supporters, met alles erop en eraan. Alleen, als ik me daar op ga focussen, dan kan het zometeen wel een klap zijn als er iets anders beslist wordt. Omdat het niet echt in mijn handen ligt. Bizarre situatie dit voor een voetballer, hè? Ja. Zij dus onder contract in Rusland, een land in oorlog. Heb je geen idee waar straks je toekomst ligt. Zou Feyenoord alles aan moeten doen om hem vervolgens seizoen te behouden? Ik denk dat zijn type speler wel te krijgen is. Misschien zelfs wel in de Nederlandse competitie, maar zeker in de Europese competities. Maar goed, als je een jongen hebt die al gewend is aan het systeem, zich al thuis voelt in de Kuip en zich bewezen heeft. Nou ja, vind je ook zo'n type speler die ook zoveel goals maakt? Want hij is topscorer geworden van Feyenoord in alle competities, hè? Jawel, maar die zijn wel te vinden, denk ik. Maar ik maak me meer zorgen voor hem over zijn centen. Ja, dat heb ik inderdaad. Die dat ooit nog gaat krijgen. Ja, daar heb ik inderdaad ook niet zo'n beeld bij. Van welke speler geniet je eigenlijk het meeste? Ja, ik vind hem ook wel mooi. Maar je ziet ook wel de Til dat hij natuurlijk die wisselwerking heeft met Slot natuurlijk. Hè. Die kennen elkaar al lang. Ja. Of tenminste vanuit AZ al. Dat soort dingen, dat soort details zijn denk ik toch belangrijk. Maar wat ik zei, ik geniet nu vooral dat het echt een team is. En ja. Dat ze echt willen werken keihard voor elkaar. En dat je echt ziet als de ene iets misgaat of de bal verliest, dat de ander het wel wil herstellen. Dat vind ik het mooie. Ja, ben ik wel met je eens. Het zijn wat aardigere jongens eigenlijk. Hè? Als je kijkt naar de vorige Europa Cup had je Bosveld en Pauwen en Van Hooijdonk. Thomasson, wat in een as. Dat waren echte kerels al op dat moment. Die zijn er eigenlijk nu niet. Ze zijn allemaal wat liever voor elkaar. Maar het past wel heel goed bij elkaar. Ook in de sfeer. Ja. Van hoe leuk ze met elkaar omgaan eigenlijk. Terwijl ze elkaar ook wel de waarheid durven te hebben. Want dat zie je in wedstrijden natuurlijk terug. Als er een keer een verkeerde bal komt of een verkeerde loopactie. Dan wordt er echt wel even naar elkaar gekeken. Maar ik vind het ook mooi dat het past goed. Ja. Het past echt mooi. Het past goed, de sfeer is goed. En ze zijn fit. Ik bedoel, vanavond gaat Feyenoord de 53ste officiële wedstrijd van het seizoen spelen. En
iedereen is aan boord. Er is niemand afwezig. Ja, maar dat is echt de medische staf, Diederik, heeft het goed voor elkaar bij Feyenoord. Ja, maar daar is echt wel geïnvesteerd. Dat is echt anders. Want ze hebben ongelooflijk weinig blessures. Maar je ziet ook, zelfs bij Marseille in de tweede helft komen ze het veld op. Doen ze eerst nog even oefeningen, hè? Ja. Dat is echt iets van de laatste tijd. Niet gezien. Een mini-warming-up. Ja, mini-warming-up. Maar het zijn al die details. En ik begrijp, op de achtergrond doen ze allerlei metingen. En kijken ze hoe fit mensen zijn. En geven ze ook tips en tricks. Waarschijnlijk ook met voeding. Maar dit is ook een hele wetenschap geworden. Hè? Hoe krijg je mensen fit? Misschien kunnen we het eens vragen aan onze verslaggever in Tirana. Onze Feyenoord-wart is één van ons. Onze Feyenoord-verslaggever is Dennis van Eersel. Dennis, inmiddels in het stadion zie ik. Daar komen we zo over te spreken. Maar over inderdaad de medische kant bij Feyenoord. Diederik zegt het, daar is wel in ontwikkeld. Daar heeft men zich ook wel in verbeterd het afgelopen jaar, zou je kunnen zeggen, bij Feyenoord. Wat is daar allemaal in veranderd? Nou ja, ik weet dat Feyenoord heel veel gebruik maakt ook van data, hè, bij blessures van spelers. Er wordt een database opgebouwd waarbij ze ook kijken naar bij dit type blessure of bij dit type belasting, wat moeten we een speler dan nog wel en niet laten doen. Dus op dat soort zaken is Feyenoord hartstikke innovatief bezig. Er zit natuurlijk een stukje geluk bij, want je hebt soms ook impact blessures waar je vrij weinig aan kan doen. Daar is Feyenoord ook behoorlijk van gevrijwaard gebleven. Buiten natuurlijk Justin Bijlo, die echt een langere tijd eruit is geweest. Dus je zei net 53 wedstrijden. Het is zelfs de 55ste die Feyenoord speelt. En ja, als je dan je selectie zo fit hebt, dan doe je ontegenzeggelijk iets goeds. Ja. Je bent inmiddels in het stadion, zien we. Kun je iets, want ik begrijp dat we dit nu even met jouw telefoon doen. Kun je iets even laten zien en even vertellen verder hoe dat stadion hoe dat eruit ziet? Nou ja, misschien kan ze een klein beetje ronddraaien met de camera, want hij filmt nu. Dan ziet iedereen hoe het stadion eruit ziet. Het is een klein stadion, 20.000 plekken, is veel over gezegd. Ik vind het wel altijd mooi, moet ik zeggen, vanuit de UEFA, dat ze kleinere voetballanden dan ook een impuls geven. Alleen ja, voor al die supporters, en het zijn er veel hoor, die hier ook bij hadden willen zijn, is het natuurlijk een hard gelach dat er maar zo weinig mensen, betrekkelijk weinig mensen, hier binnen kunnen zitten om hopelijk een historisch Feyenoord avondje mee te maken. En je zit daar op de perstribune dus nu in het Air Albania Stadium. Hoeveel aandacht is er van de internationale media voor Feyenoord? Ja, ook toch de nodige buitenlandse partij. Ik heb iemand gezien van de Noorse omroep, van de Poolse omroep. Vaak is het ook wel gelinkt natuurlijk aan toch een speler, een international, die dan of bij Roma of bij Feyenoord speelt, waardoor ze hierheen komen. Er is wel degelijk ook de nodige internationale aandacht. Maar het mag geen verrassing heten dat het voornamelijk Nederlandse en Italiaanse journalisten zijn die hier in het stadion zijn. Oké, wat is nu het schema voor jou en voor Feyenoord in aanloop naar 9 uur? Nou ja, het is heel erg belangrijk om 9 uur dat onze radioapparatuur het doet, dat we radioverslag kunnen doen. Daarvoor zijn we hierheen gekomen. Dus daarbij hebben we net de laatste test gedaan. Dat werkt gelukkig. Deze vriend die gaat het doen. Dus mensen kunnen ons gaan horen om 9 uur. Ja, en ook bij zo'n wedstrijd voor sommige journalisten. En Rijnmond wordt kennelijk door de UEFA als een kleine partij gezien. Ik snap dat niet zo goed waarom dat zo is. Maar is het ook een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus toen wij dat hoorden, wisten we al, wij gaan als een van de eerste in die rij staan. En als een van de eerste ons plekje in de zon zoeken. Precies, en ik zie dat jullie een dinerpakketje achter in een zak hebben staan. Dus dat komt ook allemaal voor elkaar. Dankjewel, Dennis. Ja. Tot straks. Ja, maar je hebt geen privékok die hier even langskomt, Bart, zoals jij van de week had. Hè? Dat was ook lekker inderdaad. Dat was een polier uit Berkel en Roderijs. Die had allemaal kipgerechten gemaakt. Die dan een Feyenoord-naam gaf. Dus ik heb ze gezien. Ja, de Dessersballen zo. Slotfrikando. Dat is allemaal dik in orde. Dat is mooi. Even trouwens, leuk om even op in te haken. Dat De FIFA en de UEFA hebben natuurlijk die lijn al heel lang ingezet. Die Conference League is gemaakt voor de kleine clubs. Ja. Vandaar ook het wat kleinere stadion. Maar ook de Champions League is zo ingericht dat er meer kleinere clubs mee kunnen doen, een kans hebben om de finale te halen. En die halen die finale niet, maar die kunnen dan wel in die groepsfase spelen. En dus heel dat systeem van Europees spelen is helemaal aangepast, juist voor de Feyenoorders, voor de Feyenoord-achtige clubs, wat niet. Maar waar relateer jij dan de grootheid van de club van? Bedoel, dit zou je toch ook kunnen relateren aan Europees succes? Ja, maar wat dacht je van het aantal supporters? Van Roma, van Feyenoord hadden het Stade de France kunnen uitverkopen, hoor. Ja, nee, dat klopt. En de Marseille had dat waarschijnlijk ook gedaan. Ja. Dus uiteindelijk de ploegen die in de finale komen, die hebben die status. Dus? Zou je toch voor een stadion in de finale een groter stadion moeten kiezen? Nee, maar dan kiezen ze voor het grotere, het overzicht houden vanuit UEFA-FIFA.
het voetbal stimuleren in kleinere landen. Ja. Nou, en daar valt Tirana nu onder. En daarvoor zijn er ook, volgens mij gaat het volgend jaar naar Praag. Dat vind ik trouwens wel een voetbalbolwerk. Dus dat stadion wordt nog kleiner dan dat nu in Rabat is. Maar dan is het toch gek? Ja, dat vind ik begrijp, ook, ja. Bedoel, de eerste keer, ja, hè, als ik dan begrijp, je weet niet precies hoe dit zich gaat ontwikkelen, is nieuw. Oké, dan kan ik zeggen, je hebt een keuze gemaakt. Maar als je dan volgend jaar al kiest voor Praag... Ja, maar het mag geen concurrent worden natuurlijk van de Europa League, die toch weer een stapje groter is, en van de Champions League. Overigens wel, ik ben nog wel eens in Spanje, zoals je aan mijn bruine harsjes kan zien. In Spanje... En dat is niet voor werk? Wordt hierna gekeken, hoor. Niet? Dat is, nee? Er staat zo'n stukje op pagina 45 over Feyenoord. Dan gaat het over Real Madrid, en dan gaat het over Sevilla, dan gaat het over andere... dus dat wordt een heel klein dingetje. Maar daarom, ja, dit verdient inderdaad een groter stadion. Maar ja, goed, niemand kan verwachten dat Feyenoord en AS Roma erin staan. Nou ja, goed. En Albanië staat inderdaad even flink op de kaart. Ze hebben zelfs daar in Albanië voor gekozen om het hele land een vrije dag te geven. Ja. Hè? Het is een soort van nationale feestdag geworden. Zodat iedereen kan genieten van wat er gekomen gaat in die finale. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, Tirana is in ieder geval wel voor ons. Misschien in Spanje niet, maar even het middelpunt van de wereld. Met die finale in de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma. En dus is de Conference League zelf, die cup die voor het eerst vanavond gaat worden uitgereikt, ook in die stad. En daar kun je, als je Feyenoord supporter bent of AS Roma supporter, mee op de foto. Die gaat mee naar huis, hè, jongens. Die gaat echt, ja, dat mag niet aanraken, maar hij gaat wel mee. Staat die man, hè? Ja, dit is hem. Ja. Ja, en die gaat echt mee. Ja. Eerste reisje voor die Bink. Oh ja? Eerste reisje, met drie tal beloofd. Kijk, eens, ga even aan de kant. Jongens, kijk. Kaas. Feta. Dank je wel. Dank je wel. Dit is hem. Dit is hem inderdaad, ja. Dit is hem. Ja. Woensdagavond omhoog. Omhoog. Ja, zeker? Zeker weten, zeker weten. Hoeveel? 2-1. Zo. Gaan winnen. En jij? Ja, ik denk hetzelfde. 2-1. Dersen zijn Sini. Maar goed, oh, je mag hem niet aanraken, jongens. Nee, helaas. Anders zou ik hem nu omhoog houden, hoor. Doorlopen, meneer. Mooi kijken door. Hoi. 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 En dan zullen we van Tim weer aan. Thank you. Roma of Feyenoord? Roma. Porque? Porque Italia. No, we are from Florence, but Roma here is Italia. Okay, mock through, go on. Pronostico? 2-0, Roma. Go on. Bye. Dancers will go. Dancers, yeah. Ja, Frank, jij bent daar nog steeds natuurlijk in Tirana. Dus al die supporters, ook die van AS Roma, die kennen gewoon de superspits van Feyenoord, hè? Cyril Dessers. Is Frank daar? Ja, daar is hij. Ja, dat... zeker. Present. Ja, die kennen ze wel hoor, Cyril Dessers. Ze kennen niet heel veel spelers. Ik weet dat ze weten wie Luis Sinisterra is. Ze kennen Cyril Dessers. Maar ik denk dat het daar wel bij ophoudt. Hoe gaat dat daar in de... Oh ja, ja, DJ Paul klinkt. Oh. Alles goed! Ja, ik laat het nu even bij jou, Frank. Ja, daar komt. Oh, je mag hem wat vragen hoor, want de beat komt er nog niet in. Hoe gaat het onderling tussen de duizenden Feyenoord supporters? Het heeft helemaal geen enkele zin om een vraag te stellen. Waar begin ik eigenlijk aan? Roma gaat eraan. Nou, ik wilde vragen, hoe zijn de onderlinge verhoudingen daar tussen de Feyenoord supporters en de AS Roma supporters? Nou ja, ze zeggen dat die 20.000 supporters van AS Roma zijn en 10.000 van Feyenoord. Maar ja, ik begeef me alleen maar onder de supporters van Feyenoord. Dus ja, ik heb geen idee trouwens hoeveel supporters er zijn van AS Roma. Maar ja, die van Feyenoord zijn lekker aanwezig. En als ik het warm heb, dan zijn ze ook nog zo vriendelijk om een klein beetje te helpen. En wie is gewoon schuurt erbij, jongen? Ja, zeker. Nee, ja, je moet altijd voorbereid zijn. Als straks het zonnetje ondergaat en ietsje koeler wordt dan 25 graden, doe ik er net overhemd aan, want we zijn nog heel lang op tv. En dan zie ik je weer keurig fris uit. Dankjewel, man. Ik kom daar weer bij je terug, hoor. Daar bij de fanzone in de Tirana. Ja, ik moet hier heel erg om lachen, Robert. Jij ook? Ja, mooi. Het is eigenlijk alvast een shirtje lenen van een van die gasten, want die hebben ze niet meer. Die hebben ze niet meer aan. Diederik, 4 miljoen betalen of niet? Voor Dessers? Ja, tuurlijk. Absoluut, ja? Absoluut. Maar ze hebben nu ook die Braziliaan gekocht van... Danilo, ja, van Ajax. Is dat, ik bedoel, ik ben helemaal geen expert, maar... Nou ja, er zit een beetje naast je, maar volgens mij heeft hij bij Twente, toen hij werd verhuurd door Ajax en Twente, goed gedaan. Nee, dat is een ander type dan Dessers, maar Danilo is een jongen die veel bewegelijker is en ook bewezen goals kan maken. Goed opgeleid is, dus dat is een goede speler, maar dat is een aanvulling op een andere spits. Ja. Maar goed, de problematiek met Dessers is natuurlijk al uitgebreid besproken. Problematiek?
Ja, ja, bedoel, vanwege het contract of voetbal inhoudelijk? Ja, het contract van en dat die vier miljoen... De signalen zijn, Robert, sorry dat ik je onderbreek, dat ze wel in gesprek zijn met Dessers. Daar zou je uit kunnen afleiden dat Feyenoord die 4 miljoen blijkbaar inmiddels klaar heeft liggen. Maar ja, dan moet je hem natuurlijk ook nog een contract aanbieden waarvan hij zegt, ja, daar wil ik voor in Rotterdam blijven. Want het kan zijn dat hij aan hem getrokken wordt. Nee, maar natuurlijk. Goed, heeft hij al een salaris bij Genk, bij zijn huidige werkgever. Daarnaast krijgt hij, begrijp ik, uit de markt nog wel best wat aanbiedingen links en rechts. En dat is niet zo onlogisch. Voor een scorende spits wordt veel salaris betaald. En Nederland is nou eenmaal heel ongunstig qua belastingklimaat. Dat is heel fijn voor Nederland dat die jongens allemaal 52% of meer moeten afdragen. Maar ja, als jij ergens anders naartoe gaat, dan heb je dat niet. Dus je houdt netto, hou je veel meer over. Ja, en daar zal Dessers, hoe groot hij is en hoe goed hij is en hoe hij van Feyenoord ook houdt, daar zal hij toch ook een klein beetje over nadenken. Laten we zo meteen even nog naar Dessers zelf luisteren. Maar wat vind jij zijn grootste kwaliteit? Goals maken. Ja. Ja, nou ja, uiteindelijk komt het daarop neer. Kijk, als je hem helemaal gaat ontleden, dan heeft hij een heleboel dingen niet. Ja. Hij is niet groots technisch begaafd. Ik denk dat zijn karakter en de scherpte voor de goal in die laatste fase, het loeren op dat foutje, dat zijn grootste kwaliteit is. Ja, ik wil eventjes naar Cyril Dessers toe, want hij wordt inderdaad Mr. Conference League genoemd. Ja, niet gek natuurlijk ook als hij er 10 maakt in dit toernooi. Maar de term Dessers Cup, daar wil Cyril niks van weten. Goh, om nu na 1 jaar de naam van het toernooi al te veranderen, dat is misschien iets te veel. Nee, de Conference League is gewoon goed. Ja, ik ben in de loop van het toernooi heb ik het geluk gehad om wat goals te kunnen maken en belangrijke goals te kunnen maken. Maar ja, dat is ook mijn taak, zeg maar. Ik ben vaak het eindstation of ik moet er staan op die momenten. Maar dat is ook alleen maar mogelijk omdat onze verdediging en onze middenveld is het fantastisch doen. Zeker als ik dan kijk naar die wedstrijden bijvoorbeeld in Praag, in Marseille. Ja, dat vind ik dan ook mooi dat zij ook voor die wedstrijden volledig bewierookt worden. En dat niet altijd de spits is die als eindstation vaak naar voren komt dan de credits krijgt. Nee, zij verdienen minstens evenveel credits. Want doordat zij iedere keer doordekken, 1-op-1 spelen, met grote ruimtes in de rug spelen, daardoor kunnen wij voorin gevaarlijk zijn en onze goals maken. Maar ja, ik denk echt wel dat dit, ja, en dat zeg ik niet als cliché, maar ik denk wel dat dit echt wel als een teamprestatie mag gezien worden. Ja, Pierre is, ja, dat is natuurlijk een van de spitsen waar ik mee ben opgegroeid. Net zoals Robin van Persie natuurlijk. Dus dat zijn er dan twee die onmiddellijk wel naar voren komen. En ja, als ik dan de vergelijking met Pierre moet nemen, ja, die had natuurlijk een ongelooflijke traptechniek. Maar bovenal denk ik dat vooral een echte spits was. Een killer in de box. En ik denk dat wel iets is dat we misschien allebei wel hebben. We zijn geen ongelooflijke voetballers, maar ik denk wel dat we een instinct hebben dat weinig andere spitsen hebben dan ze op de juiste plek staan en die goals maken. En voor de rest, ja, vroeger keek ik heel graag naar Thierry Henry, Didier Drogba. Henry is natuurlijk wel een ander soort spits, maar dat zijn wel spelers waar ik van kan genieten, dat sowieso. Ja, maar goed, daarvoor ging natuurlijk even de vergelijking met Pierre van Hooijdonk. En dat is natuurlijk niet gek. Pierre die Feyenoord aan de hand nam in 2002 en nu Dessers met zijn doelpunten. We gaan weer eens terug naar het Feyenoordstadion, waar dus 47.000 Feyenoord supporters vandaag gaan kijken naar de finale. Maurice Lapoyère, even de temperatuurmeter bij jou. Hoe gaat het daar? Ja, wordt drukker en drukker uitverkocht. Alsof het ook echt een kampioenswedstrijd is. Volle bak straks, alle tribunes. Het is een beetje gaan regenen, dat is jammer. Maar goed, daar kunnen Feyenoorders wel tegen. Dat gaat ons wel lukken vanavond. Maar we gaan nu iets doen in tropische sferen. Daar gaan we het warm van krijgen. Deze twee echte Feyenoord supporters, ja toch? Ja. Ja, die hebben wat ingestudeerd. Eerst vertellen, hoe heet jullie? Ik heet Isa. En ik heet Lin. Lin, hoe oud ben jij? Ik ben 9. Ik ben 10. En jullie komen uit? Oosterhout. Zusjes, vriendinnen? Stiefzusjes. Stiefzusjes, nou, hartstikke mooi. Moet je eerst even zeggen, wat gaan jullie doen? Wat hebben jullie ingestudeerd? Hè? Nou, we hebben een dansje voor Sinisterra gemaakt omdat hij echt de beste speler is. Nou, daar ben ik het mee eens. En waarom vind je Sinisterra zo goed? Omdat hij ook een heel groot voorbeeld voor ons is. En wij zitten zelf ook op voetbal. En dat. Ah, en wat wil je van hem leren? Wat vind je het beste? Ben jij ook een buitenspeler trouwens? Ik kan hard lopen, die Sinisterra. Ja. Dan is het tijd voor het dansje, denk ik. Ja, zijn jullie er klaar voor? Ja. Nou, ik zeg, mensen zullen aftellen. 3, 2, 1. Que si, que no, que Luis Sinisterra. La 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 la. Geweldig, goed gedaan. Nou weet ik het zeker, we gaan winnen. Ja. Wat wordt het vanavond?
Ze gaan 3-0 winnen. Geweldig. En jij, Lin? 4-0. 4-0. Nou, topavond. Meisjes, geweldig gedaan. Gaat helemaal goed komen. Veel plezier zo. Doei. Dankjewel. Doei. Ja, goed gedaan, meiden. Een liedje van Louis Sinistera. Ik zei het trouwens, Dessers heeft er 10 gemaakt in deze competitie. Sinistera heeft er 11 gemaakt met al die voorrondeswedstrijden. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een ongekend aantal. Nou, zeker voor een buitenspeler. Ja. Ja. Maar goed. Je hebt altijd een vervelende middag of avond tegen hem als verdediger, denk ik. Nee, maar er is ook geen twijfel dat Sinistera veruit de meeste potentie heeft van dit Feyenoord. Zou jij Bijlen gewoon op doel zetten? Als die fit is, ja. Maar ja, ik heb er vorige keer ook al iets over gezegd. De medische staf en de technische staf, die heeft hem zien spelen. Die zullen hem tot in een treurige getest hebben en daar geen enkel risico mee nemen. Ja, dan moet hij gaan spelen. Maar wat ik wel vind van Bijlo, is dat hij heeft ook dit seizoen al een paar inschattingsfouten gemaakt. Met uitkomen, met er net tussenin zitten. Ja, ja, dat is nou net hetgene wat je doet op het moment dat je geen ritme hebt. Dus dat zou een risico kunnen zijn. Maar goed, ik geloof niet dat Feyenoord met heel veel grote ruimtes in de rug gaat spelen vanavond. Dat zou ik wel heel naïef vinden. Zeker. Nou, we gaan dat zien. We weten dat over een paar uur of Bijlo inderdaad in de baas staat. Daar gaan we wel vanuit. Terug maar weer eens naar Tirana. Waar we eerder vandaag ook de burgemeester van Rotterdam spraken. Ahmed Abu Taleb. In hoeverre is hij tevreden over hoe de Feyenoord supporters zich dit jaar in die Conference League hebben gedragen? Ja, die was goed. Over het algemeen vind ik het een goed seizoen. Ik heb opgekeken van de manier waarop de politie in Marseille optrad tegen de supporters vanuit Feyenoord. Daar gaan we ook nog een briefje over sturen richting de Franse autoriteiten. Maar ik heb het gevoel dat wat hier rondloopt echt vredelievend is. En ik hoop dat dat ook vandaag ook zo blijft. En dat vooral vanavond voor degenen die in het stadion zijn met elkaar een mooie sfeer kunnen maken. En degenen die niet in het stadion zijn. Want daar heeft de burgemeester van Tirana zijn best gedaan om hier goede schermen neer te zetten. Toiletvoorzieningen, ook cateringvoorzieningen. Dat mensen een plezier kunnen hebben. En laat alcohol niet alles domineren. En als je een biertje neemt, laat dat dan ook bij een enkel biertje. En zorg ervoor dat je... Ja, u kunt dit zeggen, maar dit is niet hoe het gaat natuurlijk. Een enkel biertje. Ja, toch wel. Toch tegen de mensen zeggen, laat je niet domineren door drank. Ja. Want er zijn ook veel goedwillende mensen die soms net een beetje te veel innemen. Met als gevolg dat dat toch tegen hun wens in fout gaat. Dus als je een beetje beheerst, alles wat je in het leven doet, moet je beheerst doen. Dus ook drinken, hoop ik dat we deze avond op een voortreffelijke manier doorkomen. Zodat er ook nog energie overblijft om Feyenoord in Rotterdam te huldigen. Ja, dat zou mooi zijn. Vrijdag dan in de Kuip, die huldiging. Hij is daar dus. Terwijl volgens mij ook de stad zelf hier kan onder hoogspanning komen te staan, toch? Ja. Ja. Ja, dat verbaast mij. Ik gun hem een hele mooie avond, dan hebben wij het ook. Maar ik ben wel een beetje verbaasd als burgemeester, de baas van de stad. Nou ja, dat je toch ook wel hier in de gaten wil houden of het allemaal goed gaat. Natuurlijk gaat het goed. Daar gaan wij van uit. Daar gaan wij gewoon van uit. Mag ik jullie allebei zeer bedanken. Diederik Gommers, sterkte. Ja, dank je. Ik weet niet hoe en of je dan gaat kijken, maar ik wens je er sterkte bij. Ik ga absoluut kijken. De spanning zien toenemen dit uur. Ja, nu al. Robert, jij ook weer bedankt. En wij horen en zien jou vanaf 7 uur ook in onze uitzending van Radio Rijnmond Sport. Die dan ook hier op tv te zien zal zijn. We zijn er nu even een paar minuten tussenuit, dames en heren. Daarna zijn we gewoon weer ongeveer 50 minuten bij u terug met deze lange FC Rijnmond dag. Dan hier aan tafel Harry van der Laan en cabaretier Vincent Bijlo. Graag tot zometeen. Tot zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bingel, Startportaal, Rotterdam Factoring en Kuhlman Global Forwarding BV.